Het heeft mij verrast een week geleden dat de plannen naar buiten kwamen om de rechtbank hier volledig uit te kleden. Nou, in Almelo werken er meer dan 200 mensen bij de rechtbank. En zoals u weet ook nog ongeveer 180 bij de gevangenis, de Karelskamp. Ja, en 2 jaar geleden, hè? Zag de zaak er heel anders uit? Ja, 2 jaar geleden hebben we de Karelskamp gered van de bezuinigingsplannen. Mede dankzij de inzet hier in Almelo. Juist omdat een combinatie van een rechtbank en een gevangenis. Dus als je de één weghaalt, haal je ook de ander weg. Nou, dat zijn totaal 400 rijksbanen in Almelo. Een stad met een werkloosheid van 17%. En een regering die zegt van ja, de pijn moet gedeeld worden. Die moet niet ongeveer de enige rijkswerkgelegenheid uit Almelo weghalen. Verder is het gewoon van belang dat er in Twente, waar precies in Twente, maakt niet uit, maar dat er in Twente rechtspraak is. Dat als je de rechtbank nodig hebt, dat kan voor een echtscheiding zijn, dat kan voor een voordij zijn, dat kan voor een zakelijk conflict zijn, dat je niet naar Zwolle hoeft te reizen. Het gaat niet alleen om Almelo, het gaat ook om heel Twente. Het gaat om heel Twente en we hebben 2 rechtbanken in Twente. Maar die van Almelo is bijna 10 keer zo groot als die van Enschede, die eigenlijk relatief kleine zaken doet. Dus Almelo is het centrum van de rechtspraak in Twente. Dat is het overigens al vele honderden jaren. En dat moet het ook gewoon blijven. Dat heb je gewoon nodig. Een overheid moet gewoon zorgen voor goed onderwijs, goede rechtspraak en politie. Dat zijn totale basistaken. En die moeten dus ook volgens de wet bereikbaar zijn. Nou, en vanuit Almelo naar Zwolle. Nou, dat is 40 minuten met de trein. Maar van de andere kant van Twente is het soms 1,5 tot 2 uur met het openbaar vervoer. Het is te ver reizen. Jullie zitten al in Almelo iets aan de dichterbij kant van Zwolle. Maar dat kan niet. In de wet staat gewoon helder dat rechtspraak bereikbaar moet zijn. En ten derde, de rechtbank is net vernield. In 2012 is die totaal vernield. Er is een bunker gebouwd. Nou, zo'n bunker hoop je natuurlijk dat nooit nodig is. Maar u hoeft maar een klein beetje te kijken naar wat er om ons heen gebeurt om te denken dat een beveiligde bunker helaas harder nodig zou zijn de komende jaren dan wij zelf zouden willen. Dus er zijn echt heel veel redenen om de rechtbank Almelo voor een overigens zeer bescheiden bezuiniging van waarschijnlijk minder dan 2 miljoen niet 400 banen verloren te laten gaan. En wat gaat u daar nou persoonlijk aan doen? Nou, ik heb Kamervraag gesteld vorige week. En die wil ik ook gewoon beantwoord hebben voor maandag van Van der Steur. Ik heb contact opgenomen met de assistent van Van der Steur en met de Raad voor de Rechtspraak die dit advies geschreven heeft. Ik ben vandaag hier aanwezig, probeer met iedereen in contact te blijven. Zodat we in de Kamer een meerderheid vinden om dit plan zo niet door te laten gaan. U hebt was natuurlijk ook ongehoord dat de hele politiek er ook achter stond, hè? Dat was heel knap. Dat de lokale VVD en Partij van de Arbeid alle politieke partijen erachter gekregen hebben. En dat laat ook zien hoe belangrijk het is voor de hele regio. Ja. En niet alleen in Almelo, maar in heel Twente, hè? In alle 14 Twentse gemeenten, ja. Ja, maar dat zeg ik ook. Dit is niet alleen een Almeloze zaak. Meneer Onzicht, hartelijk dank. Graag gedaan.